deze dagen hoor je klagen en wel duizend dingen vragen. Maar doe niet zo zenuwachtig en hou je eendrachtig. De gevaren die we ontwaren zullen Nederland wel sparen. Geen fanatisme, hou je optimisme. Elk die zuchten slaakt, die sticht maar kwaad. Want ons leger waakt en staat paraat. Niets is er meer wat breekt of wringt. Een kokkie in de keuken zingt. Rats, kuch en bonen. Is het zo? Ik weet niet wat die letters betekenen. FLUV 1940. Van Soepterin. Ja. Aha. Maar hoe kom je nou aan de apenkruis? Kom je aan de apen? Ja, dat zit er zo op, hè. Dat zou je... speciaal voor het leger gemaakt zijn. Oh, nou zie je maar dat kleintje. Zie je dat? Had je het gezien? Nou zie je pas. Ja. Overdreven excentrieke. Geëxalteerd in doen en laten. Dat haten soldaten. Maar het ronde, oergezonde, echt oprecht en onomwonden. Het flinke en ferme is het militaire. Die symptomen vind je in de kuch. In de rats en bonen weer terug. Zeg wat je eet, mijn beste vent. En ik weet wie en wat je bent. Rats, kuch en bonen. Is het soldaten die nee. Hollandse soldaten leven voor het vaderland.